Welkom. Olivier van de Kastelen is weer thuis. En de opluchting is groot bij zijn vrienden en familie nadat hij 15 maanden onschuldig in een Iraanse cel zat. Op een persconferentie van morgen hebben ze de regering bedankt en ook alle Belgen die van de Kastelen gesteund hebben. De NGO-medewerker werd gisteren geruild voor de Iraanse terrorist Assadi, die in ons land veroordeeld was voor het voorbereiden van een aanslag tegen de Iraanse oppositie in Parijs. Gisteravond landde van de Kastelen, dat ziet u hier, met een vliegtuig van Defensie op de luchthaven van Melsbroek. Volgens zijn familie kan zijn herstel nu beginnen. En vanochtend volgde dan in Brussel een persconferentie. Nu, van de Kastelen was daar zelf niet aanwezig, maar enkele vrienden en advocaten namen wel het woord. En zij konden hem gisteren al kort spreken. Op de persconferentie geen Olivier van de Kastelen en ook geen familie. Wel enkele dichte vrienden en advocaten. Ook zij konden Olivier gisteren al spreken. Fysiek is hij wat vermagerd, maar sowieso hij kan rechtop staan. Dus het is al positieve nieuws. Hij heeft een beetje moeilijk om te wandelen, om te lopen. Maar bon, hij zal daarvoor moeten genezen. De terugkeer kwam ook voor Olivier als een totale verrassing. Gisteren 5 uur 's ochtends werd hij wakker door zijn waker in zijn cel. Zijn waker vertelde hem dat hij zou getransfereerd worden. Hij dacht naar een andere gevangenis, dus hij dacht, ja, shit, weer al. En daarna hij was in een wagen buiten de gevangenis van Evin. En toen hij kwam op de luchthaven van Teheran, heeft hij begrepen dat er iets speciaals zou plaatsvinden vandaag. Toch heeft zijn thuiskomst een wrange nasmaak met de vrijlating van de veroordeelde terrorist Assadi. Zelf heeft Van de Kastelen er zich nog niet over uitgesproken, maar zijn vrienden verdedigen de beslissing van de regering. Dat het altijd beter is dat een onschuldige uit de cel komt dan het feit dat er schuldige mensen misschien nog rondlopen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hij was onschuldig en hij moest uit de gevangenis. Dat is voor ons echt het belangrijkste. In Leuven en in Antwerpen is er geprotesteerd tegen de strafmaat in de zaak Sanda Dia, de student die stierf na een fatale studentendoop. De actievoerders vinden dat de 18 betrokken studenten te licht gestraft zijn. Ze kregen een boete en een werkstraf tot 300 uur. Daarnaast moeten de voormalige reuzengommers ook een schadevergoeding betalen aan de familieleden van Sanda Dia. Maar dat is onvoldoende, zeggen de actievoerders. Zo'n werkstraf is minder dan een jaar en dan zit er direct op en dan kunnen ze direct verder gaan met je leven en dat is het. Als er hogere straffen staan op zwart rijden met een tram of met de bus dan dat er staan op schuldig verzuim, dan spelen er andere dingen mee dan gewone gerechtigheid. Dus op deze moment vrees ik dat het democratische beeld dat de welvaartsstaat in België voor mij hoort uit te dragen heel erg geschonden is. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar zal Open VLD in Oostende, dat is de partij van burgemeester Bart Tommelijn, 1 lijst vormen met Groen en CD&V. De gemeenschappelijke lijst krijgt de naam Trots op Oostende. Nu zitten de 3 partijen al apart in de meerderheid, samen met N-VA. Door met de 3 partijen samen naar de kiezer te trekken, probeert Tommelijn meer zekerheid te krijgen dat hij ook na de verkiezingen burgemeester van de badstad blijft. Het is de bedoeling om natuurlijk burgemeester te blijven. Ik ben daar kandidaat voor. Daar is niks verkeerds aan om te proberen de verkiezingen te winnen en de leiding te hebben van de coalitie. Maar u gaat wel niet uit van uw eigen kracht dan? Jawel, ik ga uit van mijn eigen kracht. Ik sta op die lijst. Ik lever ook de meeste kandidaten op de lijst. Ik trek die lijst. Dat is eigenlijk heel transparant. Die 3 partijen komen goed overeen. Dat zijn onze gemeenschappelijke punten. Daar zetten we ons achter. Hè. En dat is een sterk programma waar dat groene kiezers achter staan. Maar we zeggen ook van, stop met al dat ruzie maken in de politiek. Ja, dat kan ook anders. Een Russische raketaanval op een ziekenhuis heeft zeker 2 mensen gedood en tientallen gewonden gemaakt. In de stad Dnipro, in het oosten van Oekraïne, is dat. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over een pure gruweldaad. Rusland voert de laatste weken bijna dagelijks grootschalige raketaanvallen uit op Oekraïne. En daarbij worden dus ook vaak burgerdoelen geraakt. Вон, женщина с мужчиной, 3-й этаж. Een politieagent komt toegesneld kort na de Russische raketaanval op een ziekenhuis in Dnipro. Dit is het dagelijkse leven in Oekraïne vandaag.
In het ziekenhuis werden mensen met psychische problemen behandeld en er was ook een afdeling dierengeneeskunde. Het gebouw van 3 verdiepingen is volledig verwoest. Het is een stara budivla, яка збудована з дерев'яне, ну, всередині дерев'яної конструкції. Тому швидке було розповсюдження пожежі. Також було 2 повітряних тривоги, які не надавали можливість нас сукупити до місця пожежі, підтягнути додаткові сили, тому що є загроза, ймовірно, повторного удару. Коли вони гади вже наїдяться. Безвинні люди, безвинні, там всі пенсіонери. Rusland heeft zijn aanvallen op doelwitten in Oekraïne fors opgevoerd in afwachting van een aangekondigd tegenoffensief van het Oekraïnse leger. En dan een verrassing van formaat in de ronde van Italië, want niet Geraint Thomas, maar wel Primoz Roglic, wint morgen zonder ongelukken de Giro. De Sloveen moest in de voorlaatste rit een loodzware klimtijdrit van een goede 18 kilometer 26 seconden goedmaken. En Roglic reed, ondanks een kettingprobleem, een zeer sterke tijdrit. Aan de finish was hij maar liefst 40 seconden sneller dan Thomas. Ruim genoeg dus voor zijn eerste eindzege in de Giro. Eerder won hij ook al 3 keer de Ronde van Spanje. En nog sportief nieuws, want morgen is het weer zover. Dan nemen duizenden lopers deel aan de 20 kilometer van Brussel. En elke loper doet dat met een eigen doel en motivatie. Ook Team Karen, een ploeg rond Karen Northfield, de Belgisch-Amerikaanse vrouw die de aanslag op Zaventem van 22 maart overleefde. Het gaat stilaan beter met haar, maar het blijft een dagelijkse strijd. Dat ze ooit nog zou sporten, dat leek onwaarschijnlijk en toch doet ze het. Geholpen door een team vrijwilligers. Ik ben slachtoffer en overlevende van de aanslagen van Brussel. Met 0 kans om te overleven. En het blijft voor mij, als ook voor veel andere slachtoffers, een dagelijkse strijd. En ik zou graag met mijn team een gedachte van hoop en van sterkte aan alle slachtoffers willen geven. Want het is het jaar van het proces. Maar voor mij blijft het in 22 maart voor de rest van mijn leven. Het grootste containerschip ter wereld, de MSC Loreto, ligt sinds donderdagavond in de haven van Antwerpen. Het schip is 400 meter lang, 61 meter breed en kan meer dan 24.000 containers aan boord hebben. De haven organiseerde vandaag rondvaarten om het schip van op het water te bekijken. Nu, welke indruk dat heeft gemaakt, dat hoort u straks in ons journaal van 7 uur. Graag tot dan. Nieuws van dichtbij raakt je. Volg het nieuws uit jouw buurt met de app van VRT Nieuws.